Topless of goed verpakt? Ja, lastig. Waar je dan het liefst naar kijkt natuurlijk. Ja, dan topless denk ik. Toch, elke man denk ik. Wat ik zie bij de vrouwen, ja, topless natuurlijk. Hè. Topless. Ja, topless. Goed verpakt. Ja, gaat het over vrouwen of... Gaat het over je vriendin of over vrouwen in het algemeen? Over je vriendin. Wat ja, goed verpakt. Maar als ik kijk, weet je, dan kijk ik snipje, dus mijn vrouw misschien dan niet. Maar kijk je, je mag niet kijken, hè? kamperen of hotel? Hotel. Ja. Kamperen. Oh ja? Ja, vroeger ging ik altijd naar de camping. Ja. Nee, ik moet de wc-rol voor de camping. Nee hoor, maar een lekker hotelletje. Hotel. Nou, ik ging vroeger wel altijd kamperen, maar ik hou nu wel wat meer van comfort. Waar kijk je liever naar, een zwembroek of een speedo? Een zwembroek. Ik hou niet van een speedo. Nou, ik vind als een man een goede speedo kan hebben, dat betekent wel dat hij een heel goed lichaam heeft. Dus geef mij nog maar een speedo. Europees kampioen in Amsterdam of wereldkampioen in Londen? Oh, die is lullig. Ik heb de ene al natuurlijk. Dus dan wil ik nu gewoon wereldkampioen in Londen worden. Nee, ik kan niet kiezen. Wereldkampioen beachvolleybal in Wenen of Europees kampioen in Den Haag? Wereldkampioen beachvolleybal in Wenen. Wereldkampioen. Al is het wereldkampioen in Timbuktu. Lieke Wevers of Anouk Vetter? Ik denk Lieke. Alexander Brouwer of Eljero Elia? Voor wat? Een kopje koffie of? Puk Mone of Yvette Brog? Wacht, laat even foto's zien. Wat is hockey? Wielrennen. Eljero Elia of Dai Dai Netap? Ja, sowieso wel de schaatsen. Ja. Sorry Eljero, maar... En Eljero die heeft ook veel tattoos. Hier. Jezus. Wat is dat? Wielrenster. Nee joh. Hoe dan? En Yvette Brog is handbalster, is ook heel lang. Yvette Brog of Lieke Wevers? Yvette. Nou, dan zeg ik Lieke. Ik ga het versplitten. Puk Mone of Yvette Brog? Puk Mone. Ja, natuurlijk Puk Mone. Kom op. Ja. Puk Mone is die kon zo Holland Next Topmodel worden.